Goedemiddag. We staan vandaag naast Agnes Mulder van het CDA. Zij heeft twee SDG's opgeadopteerd. SDG 7 over duurzame betaalbare energie voor iedereen. En SDG 13 over het aanpakken van klimaatverandering. Hartstikke leuk dat u meedoet. Waarom heb je gekozen met deze twee SDG's? Nou, de afgelopen jaren mocht ik me al inzetten voor deze twee belangrijke werelddoelen. Die zijn niet alleen belangrijk voor onze inwoners in Nederland, maar ook voor de rest van de wereld. En dat ik vanuit ons parlement mij daarvoor mag inzetten, dat vind ik echt heel erg. Oké, en hoe gaat u zich profileren als adoptieouder? Nou, wat mijn bedoeling is om het heel concreet te maken. Zo heb ik al in de procedurevergadering van Economische Zaken vastgesteld dat wij deze twee doelen als commissie ook verder gaan volgen. En ik denk dat je het alleen maar kan doen als je concrete maatregelen neemt en die vervolgens dan ook volgt hoe het wordt uitgevoerd. Nou, ik mocht natuurlijk meeschrijven aan het regeerakkoord en daar heb ik het ook geprobeerd zo concreet mogelijk ook op te schrijven. Heel goed om te horen dat u er zo actief mee bezig bent, maar hoe kunnen we uw plannen nou volgen? Nou, ik denk dat het handigst is om mij te volgen op Twitter of op Facebook. Dus ik zal iets actiever nog op Facebook moeten worden. Nou, daar helpen jullie me vast ook al bij. Maar dat we die boodschap gewoon goed over het krijgen. Ik denk dat het ontzettend belangrijk is. Niet alleen voor perspectief voor de inwoners hier, maar ook voor de rest van de wereld. Heel erg bedankt en heel veel succes. Dankjewel.